Dames en heren, het is heel erg vroeg. Het is 6:30. Ja. Maar mensen, wat een ongelooflijk fijne dag vandaag. Het is wel echt vroeg om het eind over te zijn, 6:45. Ja, maar dan doen we het niet zomaar. Doen het voor de verjaardag van onze grote vriend erop. Ja, en het is zo leuk dat hij vandaag jarig is. Ja, echt, wat een dag. Het bizarre is dus dat hij is nu jarig en over een paar maanden weer. Ja, wij hebben dus allemaal hele leuke dingen voor hem voorbereid. En daar gaan we hem helemaal blij mee maken, maar eerst moeten we naar Rob. Nee. Mensen, het gaat er dus vooral om. Rob weet van niks. Rob komt hier zo ook heen, dan gaan we met z'n vieren gaan we hem een leuke dag bezorgen. We gaan hem eerst wakker maken. We hopen dat hij nog slaapt. Het zal wel weer, want hij is altijd te laat. Het zou echt mooi zijn als hij met een hele grote hoer ligt. We binnenkomen, er zijn al twee van die Nigeria. Ja, zo hoeren liggen. Ik kan echt niet verwachten dat we deze prank nog een keer zouden doen, want dat was de eerste keer al vrijmatig. De kop van de kat is jarig en zijn pootjes vieren feest. We staan nu op de verdieping van Rob. Rol is er ook bij. Ja, gefeliciteerd met Rob allemaal. En ik heb dus van Rob gehoord dat hij het heel fijn vindt om wakker te worden met zijn favoriete nummer. Ik kan ook echt precies jouw videonaam niet. Maar verder doen we niks kus. Haba. Wat ga je ermee doen dan? Dat is toch alleen maar eerlijk. Wij zijn 1,5 uur hierheen gereisd. Hij kan prima even een uurtje dat ding op. Tuurlijk, dus waarom? Ja, in deze kamer slaat erop. Bruh. Alsof jij dat nou vergeet, joh. Hier. Je bent wel lang wakker als ik. Je denkt nu misschien, dit is even niet leuk. Dit wordt echt jouw dag. We hebben veel van jou in petto. Maar even, wat hoop je zelf dat je gaat doen op je verjaardag? Ik laat me verrassen. We hebben echt een dag van het programma. Maar ga je even ready maken en dan zometeen dan is je eerste plek. Goeiemorgen! Ik merk wel dat hij echt blij was met onze versie van Kernkracht. En toen kon de verjaardag van Robbie officieel gaan beginnen en hadden we meteen bij hem thuis alweer een verrassing voor hem in petto. Namelijk een lekkere verjaardagstaart. Wat gaat er nu in, joh? Ik vind het fucking eng. Ik ken jullie, jullie zijn teringlaars. Ja, zo bang hoef je in principe niet te zijn voor een taart, maar misschien wel als die taart net zo lelijk is als jij zelf. Want hier inmiddels gearriveerd is Angelique Bond, die je net als wij misschien al hebt voorbij zien komen bij VI met haar taart van Louis van Gaal of die van Pieter Koblenz. En wij hebben haar gevraagd of ze een levensechte taart van het hoofd van Robbie wilde maken. Ik vind het fucking eng. Rob, je mag kijken in 3, 2, 1. Hij zit zich dood. Dit is echt. Die lijkt er zoveel op, joh. Ja, what the fuck, yo, mensen! Ja, ik moet zeggen, het is niet helemaal wat ik dacht. Ik had namelijk een stripper voor. Oh, maar ik had echt hele erge dingen van jullie verwacht. En nu komen jullie met gewoon iets leuks. Je bent toch jarig? Je bent als taart wel knapper dan je weg vindt. Ja, ik denk het. Robbie, dit is je verjaardag. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Ah! Ik eet wel even hoor. Ik durf bijna niet in mijn mond te stoppen. Maar dat doe je niet. Wat niet veel kijkers weten, is dat hersenen erg lekker en zeer voedzaam zijn. Zo! Ja, zo! Hebben we het dus altijd goed gehad? Inderdaad, is het red velvet in je hoofd. Zo! Die zegt hapklaar. Het snijwerk, dat is net chirurgen gewerkt. Maar geen zorgen, jongens. Jullie kunnen zo aan de volgende taart beginnen. Als eerste verrassing van de dag. Uit tweede. Hoe weet je deze? Ik dacht dat er iets kuts zou komen, waardoor dit nog beter is. Maar omdat dit nu zo goed is, dan moet nog wel iets kuts komen. Dus ik ben zo blij met dit. Hoezo? Maar ik vind wel dat we Angelique even moeten bedanken. Angelique, ik vond het heel eng, maar wel heel mooi. Kunnen mensen dit gewoon zomaar bij jou ook voor een verjaardag of zo gewoon aanvragen? In principe. En waar kunnen ze jou vinden? Themataak Verbond of bij mezelf gewoon op Instagram als je vond. Tijd voor de volgende verrassing, Rob. De cadeaus. De taart was eigenlijk al een soort cadeau en onze aanwezigheid. Maar dit zijn de echte cadeaus. We hebben allemaal een beetje iets voor jou gehaald waarvan we denken, nou, dat past echt goed bij jou. Zo. Kijk, wat is dat? Kijk, daar is die hoor. Kijk. Ja! En 7, Robbie 8 jaar. Dan ga je er even tijd voor het moment van de waarheid. Ik denk 1,39. Okay. 1,39. Ja. Mensen, voor eens en altijd. Ik denk dat Rob de enige persoon is die evenveel centimeters is als kilo's weegt. Hoor, is het cadeautje? Wat zou het zijn? Wat is het, hè? Wat zit je te kijken? Nee! Nee!
Het is ongelooflijk lekker bier. Alsjeblieft. Nee. Dat is een echte Zwitserse. Nee. Oh mijn god, die ga ik gelijk dragen. En Loer, jij had deze gehad, toch? Ja, klopt. Ja. Ook leuk. Van je interieur misschien. Oh ja, een doos! Levens grote bierbad, jongen! We hebben nu echt ons best gedaan, toch? Ja. Het is voor ons allemaal, voor mij in het bijzonder. Ik vind het echt leuk, ik ga niet te veel klappen, maar dat wij gemeenschappelijke passie hebben sinds kort. Die wij samen kunnen ontdekken en delen. Ja, ik denk dat iemand van pas komt. Weet je gelijk wat het is? Hij heeft in alle vormen en maten, heeft hij al. Spacewire. En dan gaan we door naar de volgende. Ook al heb je die al, die komt sowieso altijd van pas. Skip je dip! Wat je nu zeg maar had, dat je naar een festival geweest en dat je daar al die video's miste, maar je gewoon zo in je dip zat. Als je dit neemt, dan kom je er weer lekker bovenop. Eigenlijk ben je klaar. Je bent nu ready. Dit is eigenlijk het grote cadeau van ons allemaal. Hier hebben we allemaal van moeten inleggen. We hebben allemaal ingelegd. Wat een leidel, een waarde check is toch wel. Flip tickets voor Defcon! Hoeveel dagen is dat? Vier dagen VIP op Defcon. Maar dan neem ik wel nog als een pakketje. Ja, ja, ja. We hadden eigenlijk, die krijg je nog van ons. We hadden ook deze nog, dat is een autosleutel waarmee je pillen naar binnen kan smokkelen. Die kwam te laat binnen, maar die krijg je nog van ons. Ben jij helemaal ready voor de volgende? Is er meer? Ja, er is nog veel meer! Rob, ja. Heb je er zin in? Ja. Ik ben nu helemaal enthousiast, want jullie zijn mijn vrienden. Ja, ja dat snap ik. Ja. Ja. Dit wordt echt serieus heel vet. Ja, alles wordt vet, maar kijk, die taart was heel vet. Ja. Maar ik vind dit denk ik wel de nummer 2. Ja. Je mag niet zien waar we heen gaan. Nee, blijf PSV staat er nog niet daar. Nou, dan gaan we daar niet heen. Oh. 12 seconds later. Wacht Rob, ik ga even muziek opzetten naast je oor houden. Want omgevingsgeluiden die. Omgevingsgeluiden kunnen dingen verraden. Original. Wacht even. Nee, hou eens op. Doe dat ding even weg bij me. Even duimpje omhoog. Eindhoven, we love you. Hier, ik kan er niet bij. En vingers uitsteken. Ja, nu heb ik niet. En dan? Ja, daar. Nee, ik kan niets aanraken. Nee, ik heb hem nog niet aangeraakt, punt. Nee. Ja, toch. Oh. Maar dit is ook groot waar we zijn, want er lopen echt veel. Het is niet te geloven. Ik weet ook gewoon waar we zijn. Nee. Het is echt een Rob, speciaal voor jouw verjaardag hebben wij geregeld. Nee. Dat jij hier mag zijn. Nee. Je mag je blinddoek afdoen. Nee. 3, 2, 1. Ja! Ik weet hoe belangrijk het is dat mensen in de laatste fase van hun leven gewoon zo goed mogelijk verzorgd worden. Hoe voelt het nou om hier te zijn? Ja, bijzonder man. Dit is toch wel een droom die uitkomt? Ja. Ben je wel eens geweest in het stadion? Ja, 1 keer of zo. Jullie even allemaal lang zal zijn leven zingen voor Rob. Rob is jarig. Lang zal die leven. Lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria. Ah, nu voel je echt jarig. Rob, PSV heeft natuurlijk best wel veel legends gehad in het verleden. Ja, ja. En jij bent wel fan van een van die legends. Ja, zeker. En die is hij nu natuurlijk. Die is hij zeker nu, ja. Ja. Dus die komt er aan lopen. Yes. Yes. 3, 2, 1. Ja! Ja, bedankt man! Wat zou dit kunnen zijn? Ik heb echt geen idee. Ah, erin gepakt. Hoeveel dromen vandaag komen er voor jou? Ja, het is niet normaal. Dat is niet normaal. Nee. Het is een bal! Nee. Oh, nee. 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 Wil je er even de foto van? Ja, tuurlijk. Magnifiek. Dan gaan wij ook even een dikke shout-out doen naar PSV die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Dat is echt heel tof, hoor. Dromen komen uit. Dat je dit voor een van je beste vrienden kan doen, dat is wel speciaal. Dat is wel het mooiste moment van mijn leven. Maar dit is het natuurlijk nog niet. Nee! Nu gaan we naar binnen. Foxy, dat is natuurlijk heel cool, maar we gaan natuurlijk nog een stapje verder. Ja, de kleedkamer. Wie zit hier wel eens? Ja! Niet! Ja. Daar zit een man! Xavi Simons! Die heeft dit gezien voor mij. Hij mag speciaal op deze plek zitten. Hebben we geregeld voor jou? Ja, echt. Nee, niet normaal. Oeh, lekker. We hebben hier niet zomaar wat voor jou. Nee. Ik heb hier een laptopje klaarstaan. Er staat erop een aantal videoboodschappen. Hey, Robbie. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ja.
verjaardag, mijn vriendin. Robbie Pik, Harry hier. Allereerst hartstikke gefeliciteerd met je verjaardag, jongen. Die jongens hebben een hele leuke, chaotische dag voor je gepland. Dus maak er een leuke dag van. Heel veel liefde en nog vele gezonde jaren, Pik. Ja, mooi, ja, mooi. We hebben hier niet voor betaald. Nee, dat weet ik niet. Happy birthday voor je verjaardag, Robbie. Doei. Het was leuk. Ja, nu is even Justin. Ja, 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 hier is Schuddy. Robbie, jongen, hoor ik nou binnen? Ik ga 8 jaar geworden. Wat een klein jong ben ik uit de rok. Gefeliciteerd van de gul. Heel plezier in Eindhoven. Eindhoven de gekste. Max de gek. Kei goede dag met uw maten en met uw vriendinnen. Gefeliciteerd van Guddy. Proost op jouw verjaardag. Arwe! Ja, dit is goed, zo, dit is mooi. Go hier, jullie favoriete cardio coloog. Rob, jongen, van harte proficiat met je verjaardag. En maak er een hele mooie en fijne dag van. Neem even advies aan van deze cardioloog. Vermijd dingen waar te veel voor kan. Je wilt niet weten hoeveel patiënten ik in mijn praktijk krijg. Er last van een rikketik kregen nadat ze te veel alcohol op hadden. En te veel seks hadden. Ik herken hem bijna. Hey Robbie, hartstikke gefeliciteerd met je verjaardag. Ik hoop dat je een hele leuke dag en avond gaat hebben. Ondanks ja, dat je misschien ergens binnenkomt omdat je nog wel erg jong bent. Maar kom vast goed. Veel plezier. Groetjes Frankie. Wil je nog wat zeggen tegen al die mensen die zeggen? Nee, ja, ik kan niet meer zeggen dan ontzettend bedankt. Schitterend. Op naar het volgende onderdeel. Die is echt leuk. Oh, nog leuker. Kijk, we kennen jou natuurlijk een beetje als een chachi boy, Rob. Misschien hebben we gewoon wel nog een leuke verrassing in die trap. Nee, weet je niet. Maar het wespennest is daar. Zoals we net ook al zeiden in de auto, jij bent een chachi boy. Ja. Dus hebben wij besloten dat jij bij Wij Denken, een van jouw favoriete winkels, een minuut gratis mag shoppen. Niet. Ja. Ja, je kan passen, maar dan moet je wel snel zijn. Ja. Maar we moeten er even heen lopen. En omdat we niet willen dat je hoort waar het is, krijg je koptelefoon. Werkt dat bedrijf mee aan dit gratis winkel of betalen ja, we zelf? Zeker. Mensen, even voor de duidelijkheid, er is niks voorbereid. Die mensen weten ook niet dat we komen, maar hij staat dan verhulpen. Ik denk dat het wel zo is. Jumbo, dat is leuk, boodschappen doen. Oké, okay, Rob, ben je klaar voor? Ja. Je mag een windhoek afdoen en dan start je tijd. Nog niet. Oh, ja. Dan start onze tijd ook gelijk. Mag ik dan niet eerst even acclimatiseren dat ik bij het wespennet sta? Je mag niet acclimatiseren. In 3, 2, 1, gaan. Ja. Alles in de winkel is voor jou! Oh mijn god, mandarijnen! Hoppa! En de broccoli van vanavond, heerlijk! Oh, zalm! Houd ook van! Hamburgers! Oh, dit ziet er ook lekker uit! Oh, wacht, ik neem zo'n pizza mee! Wel lekker! Rob, ik help je even op! Hey, nog een PSP, man! Pannenkoeken! Voor heel het gezin! Voor heel het gezin pannenkoeken! Oh, sorry. Het menu is bijna klaar voor menu gratis winkelen. Dan mogen we je eerst toestemming vragen in de winkel te mogen. Je bent een beetje de directeur. Die PSV-ballen, je weet wel dat je daar een verloren map op betaalt, hè? Bruh. Dus is het even weten, dan zijn die ballen kosten 25 euro per stuk. Voor mij zijn ze allemaal lekker, als ik het zo zie. Nee, dit zijn gewoon die Calimero-hoedjes. Dat is leuk, boodschappen doen. Hoppa! Doe ze een gokje wat dit minuutje gratis shoppen. Ja, die eigenlijk ballen waren duur, zei die vrouw. Je zou zeggen dat dit in totaal 70 euro kost. De Sangaré. Sangaré. Ja. 257 euro. Dat is leuk, boodschappen doen. Waarvan 175 euro aan PSV-ballen. En dat is het enige wat ik niet zelf gepakt heb. Wat nu? Nou, dit is natuurlijk nog lang niet. Nee hoor, dit mag je gewoon lekker naar huis brengen en dan hebben we nog een verrassing voor je. Oké. Op naar de volgende verrassing. En dit, Rob, is echt een leuke. Huh? Vertel eens, Rob, wat moest je inleveren? Mijn telefoon. Dus ik ben al een beetje aan het nadenken. Wat zou ik nou zeggen? Waarom zou dat kunnen? Zometeen, zodra we er zijn, krijg je een Waarom op? Niks, aan appen met een chicks. Niks. De muziek is op sterven na dood. We hebben dus een meet and greet georganiseerd waarvan Rob niks af weet. Zometeen staat hier buiten een zee van mensen. Kijk daar. Daar staan ze. Een zee van mensen. We zetten Rob daar op die stool neer en dan zijn wij weg. We hebben gewoon een toffe meet and greet geregeld voor Rob. Die iets terug kan geven aan zijn fans. Dan vindt hij altijd leuk. Kijkers die hem energie geven om die te ontmoeten. Tuurlijk. Het is een stukje dankbaarheid. Maar het is ook iets wat wij voor hem hebben geregeld dat hij het kan doen. Ja, dat is tof. Rob, we zijn er. Nog niks af. Dit zijn beelden van hoe de drugscrimineel werd aangehouden. Hij mag je oortjes nog af. Oh, nee, nee. Rustig. Wat denk je dat het is? Ik heb echt werkelijk waar. Geen idee. We hebben echt iets heel tofs voor je geregeld. Dat meen je niet. Ja, sta ik zeker voor lul. Nee, je staat helemaal niet voor lul. Je moet even aftellen van 20 en dan mag je je doek afdoen. 20.
19. 18. Jezus, duurt lang. 17. Mag ik een paar tellen overslaan? Ik zie hem. Dat doet nu al, dat doet nu al. Dat doet nu al. 3. 2. Nu komt er iets kuts. 1. Het mooiste is als je mensen dan helemaal gerust kan stellen en weggaat met een hele mooie glimlach. Wat een eikels. Nou, kom maar hoor. Wat de mooiste dingen die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Dat is zo troost. Er zijn 15 mensen op onze overhoek afgekomen. Oh, dit is op Instagram aangekondigd of zo. Oh ja, dat wist ik. Dit is echt leuk. Dit is echt zielig. Wist u dat ik jarig ben vandaag? Nee, want het is niet zo. Dit is alles wat er op af is gekomen. Ja, later! Daarom moest ik mijn telefoon ook inleveren. Ik had nu ook niet maken om de rij niet af te gaan natuurlijk. Het begon zo leuk vandaag en ik dacht echt, het zijn mijn vrienden. En ze gunnen mij. En ze gunnen me ook. Kijk nou eens. Hey Rob! Ja! Later! Nee, doei. Ik vond die echt kut, zag niet op. Ik zou dit wel zo kut vinden. Fans, als jullie dit kijken, I love you. Ik denk dat ik het binnenkort ook ga doen. Nou, jullie horen het, jongens. Wil jullie even een foto? Ik maak even vier. Kut. En nu ga ik van de garage. Kom, deze gaat net maar. Is hier wegwezen hier. Kut. Zeg dan ook zo'n gozer tegen mij. Oh, is eigenlijk helemaal niet zo druk hier. Er waren 30 mensen. Daarvan hadden er 25 gespijbeld. Hebben wij weer op ons naam. We staan hier op de mooiste plek van Eindhoven. We hebben het uitgezocht omdat het is voor jou een speciale dag is. Om vandaag toch nog knallend af te sluiten, hebben we nog één leuke activiteit. Zo, en je houdt ervan hoor. Je hebt nog niet genoeg verloren staan. Nog één keer, hoe oud ben je vandaag geworden? 8. Ja, en wij hebben er iets op uitgezocht. Een klein outfitje, wat een beetje in dat straatje een beetje past. Ik geef jou sowieso alvast deze. Die kan je vast heerlijk aandoen. Dit is het bovenkantje. En dan hebben we ook nog een onderkantje, een heerlijke lekker bovenkant. Er zit allemaal vlekken op. Trek het even. Ja, en dan krijg je nog een paar attributen erbij. Ik ga dit niet aan. Ja. Je moet het aandoen. Ik ga dit niet aan. Nee, inderdaad. Je doet het echt niet aan. Ja, oké. We hebben je toch overtuigd. Zie je. Kijk, en daar hoort bij het volgende. Een flesje. Tuurlijk hoort dit erbij. Pak maar uit. Kijk, en dit flesje ga je nodig hebben. Wat we namelijk gaan doen, we gaan even een rondje over straat en zuid maken. Jouw thuisbasis. We zijn een kroegentocht. Kroegentochtje. En bij elke kroeg moet het flesje even vol. Er was eens een meisje en die heette Knofje. En die was al 4. Oké, lekker hoor. Oh, dit is lekker. Heerlijk hoor. Komt het toch een beetje lekker uit? Een rietje in een flesje, dat heb ik nog nooit gezien. Zo. Ja, een flesje 1 is leeg. Ja, we gaan weer mooi hoor. Is er iemand die hem serieus neemt, dames en heren? Nou, proost, hè? Staan we dan. Mannen, met dit biertje hebben we waarschijnlijk meer gedronken dan Rob, want die fles is er. Bedankt voor deze dag, jongens. Want ik ga het nooit meer vergeten. Wie doet een atje asbak? Steempje schaar durf ik aan. Dit zou de ultimate revenge zijn. Komt-ie. Ja! Je kan het best bij zo'n gaatje doen. Ja. Sluit de video maar even af, jongens. Nou, misschien is dit de laatste video ooit met Koen. Nog een potje. Mensen, bedankt voor het kijken. Feliciteer Rob als je deze video ziet. Nee! En morgen, Stadhuisplein, om 2:00, zelfde tijd, zelfde zender. Hij is er weer, hoor. Goh, vandaag was echt een keileuke dag. Als eerste werd ik al heel vroeg wakker gezongen door mijn beste maten. Nou, nadat ik me had aangekleed, werd ik verrast met een echte taart van mijn hoofd. Kei mooi, en nou, het leek ook nog. De volgende verrassing was naar het PSV-stadion. Ik mocht zelfs op de foto met mijn grote idool, Foxy. En ook daarna mocht ik nog een minuut lang gratis winkelen bij mijn favoriete supermarkt. Was echt leuk. En mijn maat hadden zelfs een meet and greet georganiseerd zondag de west. Ook leuk. Nou, en als laatste gingen we als echte mannen, gingen we stappen in Eindhoven. Mocht ik zelfs mijn eerste biertje drinken. Mannen, bedankt, was gewoon echt een leuke dag.